Het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie werkt naar het betrouwbaarder maken van het openbaar vervoer. De reguliere controles op de verschillende trajecten is het voorwerk om dit doel te bereiken. Waarnemend onderdirecteur van transport Clifton Amoida zegt dat op dit ogenblik er sprake is van gemak bij zowel de vergunninghouders, buschauffeurs als de passagiers. Hij wil dat bushouders zakelijker worden in het verkeer. Amoida vindt ook dat zowel de gemeenschap als de particuliere lijnbusorganisatie een bijdrage kan leveren in de complete ordening. We willen ook dat gaan een stukje efficiënter gaan maken door bushaltes te plaatsen, want dat is ook een probleem. Heel vaak, op heel veel routes hebben we geen bushaltes. Want je moet je voorstellen, als je 100 huizen hebt en die bus moet 100 keren stoppen, dan heb je ook een extra lange reisduur. Terwijl als je gewoon vaste plaatsen hebt, elke 300 meter of elke 500 meter, dan hoeft die bus ook minder vaak te stoppen en is ook veel efficiënter. Want je gaat dan ook veel vlotter komen waar je moet zijn. Dus nogmaals, het is een investering waarbij de verschillende actoren, bij deze de overheid, het ministerie van Openbaar Werken, Transport en Communicatie, de vergunninghouders, de passagiers. Iedereen gaat samen moeten werken om een betrouwbaar openbaar vervoer in Suriname te kunnen realiseren. Amoida zegt verder dat tijdens de controles ook is gebleken dat er bussen zijn die niet rijden, terwijl ze wel vergunning hebben en subsidies ontvangen. De mens is eenmaal zo, gemak dient de mens. En dat gemak is er al geweest al die tijd, we gaan dat moeten veranderen. En het gaat inderdaad niet zonder slag of stoot gaan. Maar we gaan eraan moeten werken, anders blijft die chaos er. En dan komt die ordening er nooit. Dus ik hoop dat de gemeenschap het nut ervan inziet om eigenlijk samen te gaan werken. Want ik bedoel, als we in het buitenland zijn, we gaan toch allemaal netjes staan waar er een bus is, anders blijven we in de kou staan. Dus waarom kunnen we het niet in ons eigen land doen? Ten aanzien van de bussen die niet hebben gereden, krijgen ze wel subsidie. Hoe controleren jullie dat allemaal? Ja, dat is een goede vraag. Die controle die wordt dus nu opgevoerd om eigenlijk onze beperkte financiële middelen, in de zin van brandstofcompensatie, om dat efficiënt zoals mogelijk uit te besteden. Want ik begrijp dat het gewoon zonde is als je voor spookbussen betaald als het ware. Dus bussen die eigenlijk betaald worden terwijl ze helemaal niet rijden. En dat willen we dus in de toekomst gaan voorkomen door de controle te verscherpen. Tot zover waarnemend onderdirecteur transport Clifton Amoida tegenover onze nieuwsdienst. Het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie wil het openbaar vervoer betrouwbaarder maken.